child has disappeared? Yeah, she went to the ladies' room and she's been missing ever since. Well, how old is she? 10. And she went alone? No, there was someone with her. He just slipped away to get some cigarettes, and when he came back, she'd gone. Well, how could she go missing? Did you look for her? We should call the police. Yes, we look for her. I think we'd better get the police. Well, isn't that a bit drastic? I mean, maybe she got lost on the way back. It is a big hotel. Or she took a stroll around the shop. Look, my daughter isn't a child anymore. She knows we're waiting for her. She would have come straight back. I'll send some people to go and look for her, if that will satisfy you. Yes, thank you. It's about a group of Americans who come to Amsterdam, and they get involved with this sort of underworld drug cartel, which always happens to Americans in Amsterdam. And it uses, like, all the locations. Like, when the little girl is running away from the killer, she runs into the red light district, and she meets this friendly junkie, which is Dennis Leary, and some of the prostitutes help her out. Hey, what are you doing? Hold it right there. Actually, it's kind of funny because in the beginning, my character is very worried about coming to Amsterdam, and she's saying, I've heard about all the crime and, you know, prostitution and the drugs. She has a very stereotypical idea of Amsterdam. And then at the end of the movie, she's saying, oh, it's actually not so bad. Can we stay a little bit longer? Ik vond dit dan weer een uitdaging om het weer misschien nog mooier of nog beter te laten zien dan in een film als Amsterdam. En we zijn inderdaad ook op plekken geweest die we nog helemaal niet, ja, of waar je bijna niet komt, zoals op de Dam 's nachts en nou, de Munt hierachter hebben we ook een paar nachten onveilig gemaakt. En dat zijn plekken, ja, dat kost eigenlijk vrij veel moeite om die geregeld te krijgen ook. Hè. Daar kan je niet zomaar staan filmen, en zeker niet 's nachts. En zeker niet als je ook al het verkeer moet stilleggen. De Rozengracht is ook een van de verkeersaders van Amsterdam. En dat is dan heel leuk dat je er 's nachts gewoon midden op straat, of de hele straat is van jezelf. En dat is een gevoel, ja, dat krijg je op een andere manier niet, alleen als je een film maakt. Actually, a lot of the people who live here have been very annoyed because we block off some of the streets, and the streets are all very narrow, and there's a lot of one-way streets, and so people, our filming has been disturbed by people cursing us. But at the same time, other people really love us. Like, we were filming on one street, and there was a big banner that was unfurled from one of the windows that said, "Welcome back, Dick. We love you." Was het, ik bedoel, deze film, het lijkt wel alsof je toewerkt naar de grote stunt. Ja, ik bedoel, dat is de climax van de film, is die achtervolging door de stad. Ja. Maar heb je dan de stunt als eerste bedacht? Of? Nee. Nee, ik bedoel, het verhaal zoals het verhaal ligt er natuurlijk als eerste. En dan ben ik altijd iemand die dan in een paar regels zet. En nu vindt er een spannende achtervolging door Amsterdam plaats. En op een gegeven moment zijn we die achtervolging gaan uitbouwen, en dan hangt het er ook heel erg vanaf wat je eigenlijk in de stad kan doen. Want je kan wel bedenken dat je een tram wil laten ontsporen, maar kan dat dan ook en hoe doe je dat dan? En of je inderdaad van de gemeente medewerking krijgt om een tram te laten ontsporen. En dan moet je naar het gemeentevervoerbedrijf, moet je een tram vragen, hebben we een oude tram staan. Die moet je helemaal om gaan bouwen, dan moet je autobanden onder gaan zetten, dus die kan gewoon rijden, die tram. En dat is, ja, dat kost een half jaar werk voordat je dat voor elkaar hebt. Dat zijn wel weer de leuke dingen, want als je een tram door de Eitunnel ziet rijden, ik bedoel, dat zie je ook niet elke dag. Nou, in dit geval reed hij gewoon door de Eitunnel heen. Ik geloof zelfs de meldkamer van de Eitunnel zelf, die ging het GHB bellen, of GVB bellen, van jongens, weten jullie dat er een tram door de Eitunnel rijdt? Dus die begrepen het zelf ook niet helemaal. Nou, dat was weer om het hoekje hier. Nou, hij is niet kapot gegaan, hoor. Nee? Nee, nee. Nou, hij is gewoon weer recht gezet en die kon weer door. Echt waar? Maar wij, ja, de bovenkant was wel gebouwd door ons. Die was helemaal voorbereid door het art department. Maar hoe krijg je hem dan in het slot op zijn kant? Ja, dat is een trucje met een explosief onder de auto. En dan schiet er een paal uit en die draait dan die auto om. Een trucje van stuntmensen. Films
die wel eens in Amsterdam 's nachts spelen, ja, dan wordt het donker gauw, omdat dat een waanzinnige kostenfactor is natuurlijk om alles te gaan uitlichten. Nou, wij hebben echt alles goed proberen uit te lichten, zoals de hele munt. We hebben verschillende straten moet je dan uitlichten. Omdat hier, als je, waar we nu zitten, zeg maar. Nou, bijvoorbeeld van hier tot aan die hoek, dat was gewoon uitgelicht en dan links ook de bocht om en dan kan je een pennetje maken 's nachts. Maar dat, ja, dat is een waanzinnige uitlichting. Kilometers gracht hebben we uitgelicht en dat kan je ook zien in de film, want ik wilde allemaal doorzichten hebben in de warme buurt op de wallen. Niet zo dat je een beperkt zicht hebt tegen een muur aan of zo, maar dat je wel een hele gracht afkijkt. Nou, een hele gracht, dat is een kilometer uitlichten en dat gebeurde dan ook. Waar 40 lichtmensen waren dan bezig om de hele dag dat voor te bereiden. Here you go. Where am I taking you? I mean, I like company, but I got a very busy schedule, so where are you going? Any plans? What's that thing? Oh, scratch pad? Oh, the rope. Hotel. Expensive hotel. You staying there? Want to team up? I usually work alone. What? Oh, man, not him again. Is he your speech therapist? Didn't pay your bills or something? Kijk, in het verleden was altijd het probleem dat zo'n film als Amsterdam, die vonden ze allemaal fantastisch in het buitenland. Die heeft ook wereldwijd gedraaid. Alleen in Amerika was het lastig. Het werkte uitbrengen omdat hij niet Engelstalig was. Ik schrijf makkelijker dialoog in het Engels. Ik vind Engels ook een veel betere filmtaal dan Nederlands. Nederlands. Al eer zo één. Dat vinden er wel meer, geloof ik. Hè? Ja, nou ja, ik weet het niet. Maar dat is, het is ook zo. Je kan dingen vaak veel kernachtiger zeggen in het Engels. En veel ja, beter. En in het Nederlands is het vaak een beetje omslachtig en zo. En, maar zeker, geloof ik, voor het soort films wat ik maak, een beetje actieachtige dingen, daar is het heel geschikt voor. One-liners in het Engels die gaan, klinken meestal een stuk beter. En dat je de keuze hebt uit Engelse acteurs, dat vind ik natuurlijk ook een voordeel. Dat je uit het hele Engelstalige aanbod kan kiezen. Melissa! Oh, honey. What happened? Easy. I hope she makes more sense to you than she did to me. I'm Lieutenant Winter. Walter Richmond, what is she saying? She witnessed somebody getting killed. Yeah, that's what she wrote here. Near the hotel, people chased her. She escaped. A murder? She saw a murder? That's what it says here. A man went after her with a gun. Who was killed? Who went after her? We don't know. There's been no murder report in the last 2 hours. She's not making this up, is she? Of course she isn't. Look at her. Did you already know Dick Maas? No, I didn't. I just knew his work. I remember when The Lift came out, I was doing a play in Los Angeles, and we used to have to walk past his poster for The Lift every single day, and it had a really funny tagline in America. It said, the stairs, for God's sake, take the stairs. And we thought that was so funny, and I remember every single day, me and my fellow actors would run past that poster, and we'd scream that at each other, like really dramatic. So I just remember that when they said, Dick Maas, the director of The Lift, wants, you know, is interested in you for his movie. Melissa! De volgende is een remake van The Lift. En die speelt zich helemaal in Amerika af. En het is eigenlijk niet een exacte remake, het is meer een sequel. Dus het is een heel ander soort verhaal rond hetzelfde thema. Dus daar zijn we nu eigenlijk mee bezig om die voor te bereiden. En dan moeten we in maart draaien.